Het Hofplein is een plek die iedereen in Rotterdam en ver buiten Rotterdam kent. Ik stond er nog in 2017 in de fontein bij het kampioenschap van Feyenoord. Maar het is niet een plek waar je graag verblijft. En ons plan om daar verandering in te brengen is heel goed ontvangen in de stad. We hebben een uitnodiging uitgedaan aan alle Rotterdammers mee te denken over deze typische Rotterdamse plek. En wat is daar een gehoor aan gegeven? We kregen bijna 8000 reacties van Rotterdammers toen ik hen vroeg hun droom met mij te delen voor dit Hofplein. Eén ding is zeker, Rotterdammers zien het wel zitten om dit plein groener te maken. Jij woont daar. Voor de oorlog was het Hofplein een prachtige plek, veel verblijf, levendigheid. En na de oorlog werd het vooral een verkeersplein. Nou, met het nieuwe plan gaan we eigenlijk de balans vinden tussen weer verblijven en verkeer. En we zoeken natuurlijk nog naar een oplossing om het geluid van de trams op dit plein te verminderen. Belangrijke winst is er ook voor de fietsers. Zij krijgen nu echt ruim baan. En de binnenstad blijft natuurlijk toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Het wordt een fantastische plek om hier te zijn. Daar zorgt het groen wat we hier willen toevoegen voor. We willen 160 bomen planten op dit plein. Dat is natuurlijk niet alleen mooi en leuk, maar dat is ook nuttig voor verkoeling en windbescherming. En natuurlijk goed voor de vogels en insecten. Nou, de fontein samen met die prachtige beelden van Cor van Kralingen, dat blijft natuurlijk de eyecatcher van het Hofplein. Maar daarnaast gaan we ook met dat water op een andere manier aan de slag. Hier beneden komt een miljoen liter waterberging onder het plein weggestopt. Het is heel mooi hoe de kunstwerken van Willem de Koning een prominente plek krijgen op het plein. Ze gaan naar het midden toe en dat worden plekken waar je straks omheen kan zitten. Printen rondom het plein krijgen brede stoepen waar ook horeca een mooie plek krijgt en waar het fijn vertoeven is. Begin vorig jaar haalden wij uw reacties op over het schetsontwerp. En u heeft ons overladen met reacties. Ze waren overwegend hoopvol en heel positief. En we hebben waar mogelijk alle reacties een plek gegeven in het voorlopig ontwerp. Maar op dit plan, het voorlopig ontwerp, bent u ook welkom om weer feedback te geven. En dat kan op rotterdam.nl/hofplein.